Dat kan niet. We zijn getrouwd. We zijn getrouwd. Zeg dan dat we getrouwd zijn. Het kan toch niet? Wouter, dat kan helaas wel. Jullie huwelijk geeft Daria geen verblijfstatus. Dat is niet waar. Dat is niet... Dat is niet waar! Daria! Wouter! Daria! Dat kan toch niet? Klootzakken! Daria! Daria! Oh, stop even. Wacht even. Carla, Menno. Wat heeft dit in godsnaam te betekenen? U had ik nodig. Herinnert u zich de zaak Mauro nog? Van een aantal jaar geleden? Wat denk je zelf? Mooi. Iedereen denkt altijd dat Mauro mocht blijven omdat zijn zaak de publiciteit haalde en hij de publieke opinie aan zijn kant had. Maar in werkelijkheid is zijn verblijfsvergunning formeel geregeld doordat zijn studiekosten werden gefinancierd door een externe partij. En een betaalde studie is een reden om iemand langer te laten blijven. Ja, dat weet ik wel. Maar dat kunnen haar ouders niet betalen. Klopt. Maar... Zij wel. En ik sta ook garant. En alles staat hier heel netjes in en is prachtig ondertekend. Ik hoop dat jij huisvesting voor dat meisje hebt geregeld. Want deze truc betekent niet dat haar ouders ook mogen blijven.